erbij zitten. Hey, goedemorgen. Welkom. Fijn dat jullie weer kijken naar het KOW Journaal. Hey Christy, kijk dan wat ik heb. Je hebt een fluit meegenomen. Ja, en ik heb zitten oefenen thuis. Ik ben benieuwd. Komt ie hoor. Hey, wacht even. Ik ga even een beetje recht zitten. Ik ga eens luisteren welk liedje jij gaat spelen. Ik ga kijken of ik het herken. Let op, jongens en meisjes. Komt ie hoor. Hebben jullie het gehoord? Wat vonden jullie ervan? Nou, ik denk dat jij nog even door moet gaan oefenen, Benjamin. Ik maakte er helemaal niks van. Wie wel heel erg goed muziek kunnen maken, zijn Geeske en Nicole. Zij werken op het Kinderbolwerk. Kijken jullie even mee? Hallo! Hoi jongens en meisjes. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw KOW-journaal. Wij werken op Kinderbolwerk en dan zingen we altijd heel graag liedjes met de gitaar. Doen jullie gezellig met ons mee? We beginnen met het Goeiemorgenliedje. Dat kennen jullie vast wel. Meisjes, dit gaat hem gewoon echt niet worden hoor. Dat muziek spelen is niks voor mij hoor. Maar wat vind jij dan wel leuk om te doen? Of waar ben jij dan wel heel goed in? Wat ik nou leuk vind om te doen is met Lego bouwen. Met Lego? Ja, met Lego. Ha, dan heb ik voor jou en ik denk ook voor jou een heel leuk filmpje van Dominique van Koekenpeer. En dat gaat over Duplo en over Lego. Veel plezier! Hoi, ik ben Dominique van Koekenpeer. Vandaag gaan we kleuren sorteren met Duplo. Ik heb mijn oude Duplo doos uit de kast getrokken. En ik heb mijn Duplo overgetrokken op papier. Dit heb ik gedaan met een stift. Ik ben begonnen met een vierkantje. Die heb ik zo overgetrokken. Met een blauw blokje en dan met een blauwe stift. Nu kan je het ook zo laten dat je het op een papier doet en dat je ze dan gaat invullen. Of een vormpje ervan maakt voor als je het al wel goed kan. Maar als je nog een kleiner broertje of zusje hebt. Of je bent nog te jong om moeilijke figuurtjes te doen. Kan je het zo doen net als ik ga doen. Ik heb deze overgetrokken. Die leg ik in de bovenkant van de eierdoos. Dan ga ik kijken welke kleurtjes er allemaal in moeten. Want ik heb alvast Duplo blokjes verzameld. In mijn doos moet van... Boven moet een blauw blokje. Dan ga ik een blauw blokje zoeken. En die doe ik boven hier in de eierdoos. Daaronder moet een geel blokje. En die doe ik dan ook in de eierdoos. Onder de blauwe. Naast de gele moet een rood blokje. En daarnaast een groen blokje. Dan nog een groene. Nog een rode. En dan ga ik met het volgende rijtje verder. Hier moet een groen blokje. Een geel blokje moet daarnaast. En dan zie ik twee blauwe. Dan doe ik twee blauwe erin. En dan heb ik hem gevuld. Je kan altijd vragen aan papa of mama of je hem goed hebt gedaan. Of aan je broer of zus. Dag allemaal!
Hé, hey, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ik heb met de Duplo een letter P gemaakt. De P van Puk. Heb je nou geen Duplo in huis, dan kan je dit natuurlijk ook maken met Lego. Benjamin? Ja? Gaat het? Ja hoor. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een dolf gemaakt van Duplo. Ik heb hier een knikker. En die stop je dan zo in. En dan probeer je de dolf af te maken. Oh, wauw. Dat is toch best lastig? Ja, ik zie het. Nou, je doet het goed hoor. Dank Leuk. Je wel. Wij zijn ook heel erg benieuwd wat jij hier allemaal mee kan. Laten jullie het ons weten. Hé, hey, jongens en meisjes. Ben jij nou vandaag jarig? Dan heb ik een fluit voor je hoor. Jullie het horen? Ik zeg hiep hiep hoera en dan komt hij hoor. Hiepe de piep! Hoera! Fijne dag! En wij hopen dat jullie de volgende keer weer kijken naar het KOW-journaal. Daar gaan we weer. Komt ie hoor. Zorg goed voor elkaar!